Dames en heren, leden van de raad en mensen op de tribune, hartelijk welkom. Het is 7:30, een mooi moment om onze raadsvergadering van 12 juli 2018 te starten. Even voor een mededeling in de sfeer van huishoudelijke aard. Ik heb begrepen dat wij op dit moment geen wifi-verbinding hebben. En dat betekent dat, aangezien u wel voorzien bent van een G3 of een G4-verbinding, dat u toch de stukken kunt volgen, dan moet u even omschakelen. Dus geen wifi en wel G3 of G4 verbinden. Kunt u alle stukken netjes zien? Ja? Ik heb de indruk dat ik met mijn mededeling wat onrust veroorzaak. Zoals gewoonlijk, mevrouw Lagasse. Dat doe ik het dan ook voor. Daarmee is overigens de vergadering wel geopend. En kijk ik rond of u kunt instemmen met de agenda. Ik zie dat dat het geval is. Dan komen we bij agenda punt 2, het vragenhalf uur. Ik moet vaststellen dat we dat vragenhalf uur niet gaan vullen, want er zijn geen vragen. Ik kom bij de vaststelling van de besluitenlijst voor de openbare raadsvergadering van 21 juni jongstleden. Kunt u daar ook mee instemmen? Ook dat is het geval, dank u wel. Mededelingen vanuit het college van BMW. Ik kijk naar de wethouders. Wethouder Schelen heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Afgelopen week is er een bestuurlijk overleg geweest met de recreatieparken. U weet dat de recreatieparken eertijds hebben gezegd van goh, we hebben grote moeite met de verhoging van de forensenbelasting. Ze hebben gezien dat er in ieder geval voorstellen liggen om de forensenbelasting wat te doen verlagen. Maar nog veel belangrijker om ook met elkaar te praten over de toekomst van de recreatieparken. Want daar is natuurlijk het nodig om te doen. En we kunnen zeggen dat dit een heel constructief overleg was. En de parken ook zeer bereid zijn om mee te denken in die toekomst. We hebben afgesproken dat we in september geprobeerd een groot overleg te hebben. Waarin die inhoudelijke agenda en ook die financiële agenda gewoon wordt afgewikkeld. Tot zover. Dank u wel, wethouder Schelen. Dan heb ik ook nog een mededeling van mijn kant. Ik heb samen met de griffier en de gemeentesecretaris 2 weken geleden gesproken met een medewerker, secretaris van de directie Democratie en Burgerzaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En we hebben met elkaar gesproken over mogelijkheden om een proeftuin in de sfeer van de digitale democratie te laten zijn. Dat is een heel oriënterend gesprek op dit moment. En wij zijn natuurlijk als Ommen nog heel erg onze gedachten aan het vormen. Maar we vonden het wel belangrijk om dat lijntje vast te leggen. Dus dat gesprek heeft nu plaatsgevonden en we hebben afgesproken dat we in november met elkaar verder zullen spreken. Het leek me goed u daar deelgenoot van te maken. Dat gezegd zijnde kom ik bij agenda punt 5. En dat is een onderdeel van de hamerstukken. En het eerste hamerstuk betreft de aanpassing van de bouwverordening gemeente Ommen. Wenst iemand daar nog een stemverklaring bij af te leggen? Dat is niet het geval. Is dat vastgesteld? Agenda punt 6, de vaststelling van het bestemmingsplan Bergweg 26 in Ommen. Wenst iemand een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Is dat ook vastgesteld? Kom ik bij agenda punt 7, akkoord ontvlechting bestuursdienst Ommen Hardenberg. Wie van u wenst daarover het woord te voeren? Mevrouw Bakelaar, meneer De Jonge, meneer Moerman, meneer Remmers, mevrouw Lagasse, meneer Mors en meneer Van der Mooren. Ik had te weinig naar rechts gekeken, begrijp ik. Het was op tijd. Het is belangrijk om tijdig naar rechts te kijken. En dan weer naar links en dan weer naar rechts. Ja? Mag ik dan het woord geven aan mevrouw Bakelaar? Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, toch een belangrijk onderwerp vandaag, wat wij als CDA-fractie niet zomaar als hamerstuk voorbij laten gaan, omdat het ook een nieuw begin is voor ons als gemeente Ommen in de richting naar een eigen nieuwe ambtelijke organisatie. En dat is ook wat we allemaal ook willen. Dus denk goed om toch vanuit alle
partijen is mooi om te horen dat we wel allemaal een bijdrage leveren, ook richting u als college. Wat ons betreft is onze bijdrage dan ook een onderstreping van datgene wat we ook benoemd hebben in de commissie. En ook een oproep om een aantal zaken expliciet ook mee te nemen in de uitwerking in de stukken die we september mogen ontvangen. Maar allereerst, voorzitter, de complimenten aan iedereen die aan dit onderhandelingsakkoord heeft gewerkt. Want er ligt een ontzettend mooi resultaat voor waar we denk ik trots op kunnen zijn als Ommen. En de portefeuillehouder heeft duidelijk aangegeven welke criteria hierbij gehanteerd werden. Dus Ommen als zelfstandige gemeente, maar ook een toekomstbestendige gemeente. En dat is belangrijk, want daar spreekt ook duurzaamheid uit naar voren. En dat is ook iets wat we met z'n allen willen. Wat daarbij ook belangrijk is, is dat de dienstverlening ook goed blijft richting onze inwoners. En dat is ook een randvoorwaarde. Dus tegelijkertijd tijdens de verbouwing is het noodzakelijk dat dat goed op orde blijft. Wat ik al zei, het is dus het onderhandelingsakkoord is een eerste stap, hè, naar die ontwikkeling van een nieuwe eigen ambtelijke organisatie. We willen een compacte en wendbare organisatie die dicht bij de inwoners staat en ook werkt. En wat ons betreft kan de provincie hier wellicht ons op een mooie manier in ondersteunen. Ik heb dat ook aangegeven in de commissie en ik hoop ook dat het college daar ook verder mee op pad gaat. Om ook te kijken welke mogelijkheden zijn er in dit soort samenwerkingsverbanden. Ja, en tegelijkertijd dan toch even een tintje de andere kant op. Want voordat we daadwerkelijk ook ons ideaalbeeld hebben, namelijk de houtskoolschets, dan zijn we toch wel een aantal jaren verder wellicht. Nou, dat is natuurlijk wel goed om dat te realiseren. Tegelijkertijd ook goed, want we gaan verder. Dus het is mooi dat dat die inzet ook op die actieve samenwerking gericht is. Hè? Want je bent uiteindelijk met elkaar het vechtal. Je bent ook met elkaar buren als Ommen en Hardenberg. Dus dat is ook belangrijk dat die samenwerking er is en er blijft. Het CDA vraagt wel aandacht voor de stukken die in september liggen. En met nadruk daarop dat het ook afhechtend is. En dat we ook daadwerkelijk een punt kunnen zetten. Want we willen als CDA geen losse eindjes. Niet nu en ook niet over 6 jaar. We willen zakelijke afspraken met onze buurgemeente. Dit vraagt dus ook om een duidelijk overzicht van onze financiële verplichtingen als gemeente Ommen. En dat zouden we dus graag verwerkt willen zien in de stukken ook richting september. Van wat is onze last in jaar 1, maar ook in jaar 6. En hoe hechten we het dan af? En we laten het college op welke manier wij daarin meegenomen worden. Ja, en we kijken hiernaar uit hoe we als raad zeg maar in het verdere traject worden meegekomen. Dus kortom, CDA die geeft aan, we kunnen het bereikte akkoord goed, want dat vraagt u aan ons. We vragen ook het college om het akkoord dan verder uit te werken. En kortom het opheffingsbesluit en liquidatieplan ook voor te bereiden. En we zien de stukken heel graag tegemoet. En we wensen het college en alle andere betrokken enorm veel succes bij de verdere uitwerking van de stukken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Bakelaar. Dan geef ik nu graag het woord aan meneer De Jonge. Ja, voorzitter. Ik zou bijna zeggen, wat is het weer mooi om achter mevrouw Bakelaar te zijn. Maar ik zal niet in herhaling vallen. Ja, voorzitter. Voor ons ligt de keuze van of we akkoord gaan met het onderhandelingsakkoord waar u mee aan de slag, als college mee aan de slag bent geweest. Ja, voorzitter, een korte terugblik. Want toen in 2017 de buurgemeente de stekker eruit trok, waren we toch wel een beetje verrast, want kort daarvoor hebben wij onder begeleiding van Arie Slob, de huidige minister, aan de tafel gezeten om te kijken van hoe kunnen we als gemeenteraad en als gemeentebesturen eigenlijk de boel bij elkaar houden en zorgen dat we een daadkrachtige organisatie neerzetten voor beide gemeentes. Ja, dan valt hij het wel als kort daarna door één partij de stekker eruit werd getrokken. Voorzitter, ik moet er wel een kanttekening bij zetten dat wij daar niet verdrietig om waren. Want mijn fractie die had altijd een beetje het idee van, er lopen hier in de provincie een aantal mensen rond met een dubbele agenda. En die dubbele agenda zat hem bij ons
in dat het niet alleen om een ambtelijke samenwerking zou gaan, maar ook om een bestuurlijke samenwerking. En dat daar naar gedrukt was. Ooit heeft een collega van u tegen mij bij het wielrennen gezegd van: de jongen, schijnt er maar mee uit, want Omme en Hardenberg gaat samen. Nou, misschien zit hij op zijn vakantieadres mee te luisteren, maar wij zijn er trots op dat dat niet gaat gebeuren. En dat we verder gaan als stabiele, zelfstandige gemeente. Daar hoort wel wat bij. En wat daarbij hoort in onze optiek is een goede ambtelijke organisatie. En eigenlijk de meeste partijen, de fracties hier aanwezig, hebben al uitgesproken dat wij voor een regiegemeente willen gaan die taken uitzet naar andere gemeenten. Voorzitter, en dat laatste, dat missen wij eigenlijk een klein beetje. Want u als voorzitter heeft al een keer gezegd van: ja, ik maak handig gebruik van in de kennismakingsronde in Overijssel om te kijken van of we wat kwaliteit bij andere gemeentes hebben kunnen binnenhalen die we hier kunnen gebruiken als we de boel ontvlechten. En dat missen wij eigenlijk een beetje in een stuk. Het houtskoolschets zegt er wel wat over, maar wij zien dat we toch nog wel een hele tijd verbonden zijn aan Hardenberg. In onze optiek, voorzitter, als we daarmee verder willen en we gaan met deze richting aan de slag. En ja, nogmaals, ik heb ook al aangegeven, die houtskoolschets die sprak ons zeer aan, die gepresenteerd is door u aan de gemeenteraad. Er zitten ook wel onderdelen in het akkoord, maar wij zouden toch willen vragen aan het college van: zorg er nou voor in de server level agreement of in dat DVO, dat er een heldere positie komt van wat er voor ons uitgevoerd moet worden. Maar dat betekent ook, voorzitter, dat u als uitvoerder van hetgene wat deze raad aan u opdraagt, dat u dat helder moet uitzetten via die regieambtenaar, die 25 of 45 in later termijn, wat weer uitgevoerd moet worden. En daar past ook een stukje controle bij van: is er wel uitgevoerd wat wij als Omme verwachten? Want dat is geen, in onze optiek geen vrijheid, blijheid. He, er moet gewoon een helder, en ooit heeft er al een stuk gestaan, er is van weinig en te weinig aansturing. En ik verwacht van u als uitvoerende partij dat u daarna gaat kijken. Voorzitter, tussendoor, wat ik ben vergeten te zeggen, want ik zal mij beperken tot de eerste termijn. Want we hebben in de commissievergadering al met elkaar onderling zitten sparren. En volgens mij zaten er niet zo grote verschillen in. Dus in mijn betoog zit een stukje terugblik en een stukje visie van mijn fractie. Maar ook een klein stukje richting van wat wij van u verwachten waar u naartoe gaat. Voorzitter. En ja, als we kijken naar die richting, en volgens mij zijn mevrouw Bakelaar precies hetzelfde, dan verwachten wij, en eigenlijk is dat in de commissievergadering ook binnen van meer toegezegd, maar ja, in dit hoogste orgaan vandaag nog een keer toe kunt zeggen, dat wij daar een belangrijke rol in krijgen in het totstandkoming van het opheffingsplan en dat liquidatieplan. Nou, mevrouw Bakelaar gebruikte mijn woorden al die ik in de commissie een paar keer herhaald leg. Van: als we daarmee klaar zijn, moeten er geen open eindjes meer zijn. Dan moet het ook afgelopen zijn dat we niet over 6 jaar nog een paar lijken in de kast vinden. Dan moet het stabiel zijn, een goede organisatie weer ontstaan, maar ook financieel zodanig dat we niet meer in de pot hoeven te graaien om nog weer achterstandig financiën neer te leggen. Ja, ik heb het in de commissievergadering ook aangegeven, daar zit wel een aantal zorgen voor ons als het gaat over die Activa. De wethouder heeft dat keurig netjes beantwoord van hoe we daarnaar moeten kijken. Maar ja, goed, we hebben twee dingen, of eigenlijk drie dingen waar wij ontzettend veel zorgen bij hebben. Dat is het potje reserves, de verdeling en de Activa. Van, nou goed, die 1,3 miljoen heeft de wethouder in de commissie ook aangegeven van: ja, dat is een soort verrekenformule. Als je goed kijkt, hoor ik hem zeggen, dan vind je terug waar die vandaan komt. Maar daar past wel bij, hè, want als we die rekenmodule hanteren, daar past daar wel bij, voorzitter, dat het met die Activa en de eventuele verdeelde reserves, dat we daar, en laat ik me netjes uitdrukken, zeker als gemeente Omme, niet aan tekort komen. We hoeven er niet rijk van te worden, maar tekort komen, voorzitter, daar zal mijn fractie met u, als dat zou plaatsvinden, een discussie over plaatsvinden. Ja, voorzitter, en er zijn twee dingen die ik nog aan u kwijt wil. En dat is, wij hebben nog wel wat zorgen bij één groep. Die staat in de houtskoolschets benoemd. En dat is de groep medewerkers buitendienst die van de Larkom naar de gemeente Omme en nu weer teruggepositioneerd worden naar Hardenberg. Het zou mijn fractie en ook de geluiden die wij uit de achterban horen heel wat waard zijn als we erop in kunnen zetten dat die
en ik noem het een kwetsbare groep, maar het zijn voor mij allemaal daadkrachtige medewerkers die dat doen wat ze kunnen, dat we daar een goede positie voor claimen. En ik zou het liefst zien dat we buiten de 45 regieambtenaren deze mensen ook in Ommen in dienst kunnen houden. Nou ja, goed voorzitter, ik heb dat gezegd, want ja, politiek is emoties. Dit onderwerp, daar hebben we in het voortraject, en daar heb ik ook wel eens emoties bij gehad. Ik heb het wel eens vergeleken met het drieslag-traject. Wat mij betreft gaan we nu verder met zaken doen. En ik hoop dat u ons ook als college, als een zakelijke manier, in de weg naar september en verder bij dit traject betrekt. En ons ook de rol geeft die wij als gemeenteraad behoren te hebben. Dank u wel, meneer De Jonge. Dan geef ik nu het woord aan meneer Moerman. Ja, voorzitter, dank u wel. Er is al het nodige gezegd inderdaad over de voorstellen die zijn gedaan, ook in de commissie en ook al eerder pogingen. Ik kan aansluiten bij het CDA. Als wat wij inderdaad belangrijk vinden is dat we niet alleen voor 2019 helderheid krijgen als het gaat om financiën, maar ook voor 2024 indien mogelijk. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen is. Meneer De Jonge heeft al een aantal dingen aangestipt. Voorzitter, ja, het mogen duidelijk zijn dat de voorkeur van de Partij van de Arbeid ook nooit was Hardenberg. Maar dat is natuurlijk heel makkelijk gezegd nu. Hè? Het is gewoon vanuit een bepaalde intentie is daar een ambtelijke samenwerking over aangegaan. Nu loopt het anders. Inderdaad, meneer De Jonge had het ook wel over een bijeenkomst in Dalfsen was dat. En we hebben daarna nog een keer een bijeenkomst gehad bij Wildhout ook volgens mij. Uiterst plezierig, maar wel met een bepaalde ondertoon waarvan je denkt, ja, waar gaat hij naartoe? Nou, in Hardenberg wisten ze wel waar hij naartoe ging. En wat Ommen betreft is dat een andere weg. Dat wil duidelijk zijn. Goed, wat betreft punt 1 en 2 van de voorstellen kunnen wij mee akkoord gaan. Voorzitter, tot zover. Dank u wel, meneer Moerman. Dan geef ik graag het woord aan meneer Remkes. Remmers. Excuus. Remkes. Sorry, meneer Remmers. Ik heb het nog niet de commissaris van de Koning geschopt, burgemeester, maar in de voetsporen van Johan Remkes sta ik nu hier. Voorzitter, we staan met de BOH op een kruising van wegen. Hardenberg slaat linksaf en wij moeten een keuze maken. Gaat om een rechtsaf? En hoewel die keuze voor de hand lag, heeft Ommen een andere keuze gemaakt. Ook linksaf, maar dan via een parallelweg. Om als regiegemeente nog steeds dwarsverbanden, veel dwarsverbanden, met Hardenberg te houden. En de LPO is blij met die keuze. We zijn dus ook blij met de overeenkomst zoals deze nu voor ligt. En natuurlijk kunnen we opmerkingen plaatsen bij de looptijd van de verschillende soorten overeenkomsten of bij het bedrag van 1,3 miljoen. Maar er ligt een duidelijke overeenkomst. En de LPO dankt iedereen die daaraan heeft bijgedragen. En de toekomst zal uitwijzen of het in de praktijk zal uitwerken als vooraf voorzien. Ook is de LPO blij met de zorg en aandacht die er geweest is voor het personeel. Snel zekerheid. We willen graag aandacht vragen dat dit zo blijft. Geen personeel tussen wal en schip. En we doen geen uitspraken welke gemeente de wal en welke gemeente het schip is in deze vergelijking. En vanaf nu gaat het om de toekomst van Ommen. En door akkoord te gaan met de overeenkomst en dus met de scheiding tussen Ommen en Hardenberg, nemen we als raad een zware verantwoordelijkheid op onze schouders. Aantonen dat Ommen als zelfstandige gemeente bestaansrecht heeft en alle taken kan vervullen zoals zowel door het Rijk en de provincie, maar ook zeker door onze inwoners mag worden verwacht. En het wordt een zware opgave. Een opgave die we met capabel, betrokken en optimaal gemotiveerd ambtelijk apparaat en college moeten gaan volbrengen. En dan ook nog binnen de financiële kaders, zodat we niet in de gevarenzone komen. Dus zoveel mogelijk risicoafdekking en garanties. En, de heer De Jonge zal blij zijn dat ik ook goed geluisterd heb, zo min mogelijk open eindjes. Waardoor we als Ommen misschien toch niet de bekende Bietenbrug op gaan. Maar ik ben ook blij dat de heer De Jonge goed naar onze bijdrage heeft geluisterd in zijn zorg voor het personeel en voor de buitendienst. Maar al met al denkt de LPO dat het kan. Laten we er met z'n allen voor gaan. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Remmers. Mevrouw Lagas, u heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. Het weer roept het niet op, maar toch denk ik weer terug aan 5 december. De dag waarop we toen als college in Hardenberg zaten om met elkaar te bespreken hoe we de constructie die bestond,
op een betere en andere manier zouden kunnen gaan voortzetten. Nou, u mag van mij aannemen dat ik nog nooit zo'n gekkere surprise heb gehad met Sinterklaas. En het mooie van Sinterklaas cadeautjes is altijd dat je ze mag ruilen. Maar dat kon u niet. We konden niets ruilen. We moesten het houden. En zoals ik als hele slechte gewoonte wel eens heb gehad, als ik een cadeautje kreeg wat ik niet mooi vond, dan zette ik het in de kast met de naam eronder. En als de betreffende mensen op visite kwamen, zette ik het weer zichtbaar neer. Maar ook dit werkt niet. Dat kunnen we hier allemaal niet doen. Het is ons nu opgedrongen. Zo heeft het ook een hele tijd gevoeld. Dat mag u rustig weten. En de bijdragen die ik hier hoor, gaan ook in die richting. Maar alles heeft ook altijd weer een andere kant. Weer een kans. Hè? Cruijff zegt er altijd zo mooi, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Want laten we eerlijk wezen, de periode van 2012 tot 5 december 2017, kende ook wel de ergernismomenten. We hebben hier ook met elkaar gezeten, met evaluatiemomenten. We zijn ook aangesproken door inwoners, door bedrijven. Van hé, de afstand is groter geworden. En waarom kan het niet meer zus en waarom kan het niet meer zo? Ook dingen die heel erg goed gingen, moeten we ook melden. Het zijn allemaal kinderziektes. Maar als het kind zo lang ziek is, is het toch wel zo langzamerhand een keer tijd om te kijken of je niet naar een ander medicijn kunt. Wij hadden het idee dat het medicijn was, met elkaar aan tafel en te zorgen dat je naar een beter construct komt. Maar er is voor gekozen om het kind helemaal maar niet meer te behandelen. Er is voor gekozen om te kijken van, we willen het anders, we willen naar een ander gezin. Nou, het was niet onze keuze, laat het wel wezen. Daar hebben we raadsbreed hebben we daar ook over gesproken. En ik denk ook met heel veel genoegen terug, en dat klinkt raar in zo'n situatie, aan de bijeenkomsten die we als gemeenteraad hadden met het college om met elkaar te dus spreken over waar staan we nu, wat gebeurt er en wat overvalt ons. En we hebben keihard gewerkt om met elkaar te komen tot datgene wat er nu ligt. En ik heb net ook al in de bijdrage van de collega's heel veel dingen langs horen komen van hier moeten we nog op letten, daar moeten we op letten, dit zijn onze zorgen, dat zijn onze zorgen. En dat is terecht. Dat laat onze betrokkenheid zien. Ik ga ze ook allemaal niet meer herhalen. Want natuurlijk leeft dat ook bij de VVD-fractie op dezelfde manier. Maar u als college bent nu aan zet. U moet keihard aan het werk. Ik wil nog wel heel graag even terugkomen op de bijdrage die wij hadden bij de commissievergadering met een meld CQ-vraagpunt. Want we moeten ervoor oppassen, ik begin mezelf ook dat alweer te voelen dat dat weer aan zit te komen. In zo'n overgangsperiode is de weg soms ook wel moeilijk te vinden voor mensen. Ook al is de dienstverlening op orde en is het going concern of as it is, hè, zoals mooi gezegd wordt. Er gaan natuurlijk best wel dingen gebeuren. Er gaan mensen van plek veranderen. Dus er zal hier en daar best wel eens een keer wat schuren en schuiven en wat minder plezierig gaan. En dan is het een heel gemakkelijke weg, we kennen het allemaal het verschijnsel, om contact te nemen, op te nemen met de raadsleden. Want ja, dat is je volksvertegenwoordiging. En die kunnen dat misschien wel eens even navragen hoe het allemaal precies zit. En volgens mij moeten we daarvoor waken. Want dat doen we altijd via de formele momenten. Dat is hier. He, dus dat doe je of via een schriftelijke vraag of dat doe je via het vragenhalf uurtje. Maar hoeveel mooier zou het zijn wanneer er gewoon een vraagpunt is voor inwoners of een opmerkingpunt voor inwoners of bedrijven of voor collega's of ambtenaren die zeggen van goh, ik loop hier tegenaan. Klopt dat? Is daar wat aan te doen? Dat is misschien wat ongebruikelijk, maar we zitten nu eenmaal zometeen in een ongebruikelijke situatie. Dus het is bijna, ik zie jou zitten, het is bijna de situatie van het meldpunt openbare werken. Zo van ergens staat de lantaarnpaal scheef, klopt dat? En kan er wat aan gedaan worden? Maar dan gewoon in dit proces. Want het is gewoon belangrijk dat mensen die vragen kwijt kunnen. En volgens mij haalt dat heel veel reuring weg in de vragenrondes in de raad. Goed, laten we ook niet vergeten, dat wil ik toch wel even meegeven. Dat weten jullie misschien allemaal niet, maar onze wethouder Koos Schelen zit in een landelijk platform over bestuurlijke vernieuwing. En met een aantal jaren gaat de omgevingswet echt van start. Jullie weten dat ik daar altijd heel erg geïnteresseerd ben. En dat kon ook nog wel eens een totaal andere bestuurlijke lading gaan krijgen. Dus ook alles rondom samenwerking, anders met elkaar omgaan, andere partijen vinden, wisselende samenwerking. We hebben het hier al eerder over gehad. Mevrouw Bakela was vreselijk uitgelachen op woordspelingen die ze in die kant had. Maar die zitten er wel aan te komen. Dus laten wij ook, want ik hoorde dat 6 jaar verhaal.
verhaal er net weer even langskomen. Hè? Het is 6 jaar. Maar laten we voorzichtig zijn. Laten we niet kijken naar die 6 jaar. Maar laten we kijken naar al die bestuurlijke ontwikkelingen die landelijk ook op ons afkomen. Nou, en we hebben iemand in dat podium zitten die met de minister van Binnenlandse Zaken Lundgren om tafel zit daarover. Hou ons ook daarvan op de hoogte. Want dat kan ons nog wel eens helpen in het proces naar wat voor organisatie wij tussen nu en 10 jaar gaan worden. Dus laat eens even dat 6 jaar verhaal maar eens even los. En kijk eens even naar hoe pakken we dat nou op? Wat brengt dat ons? En dat, ik hoorde net al van meerdere partijen zeggen hoe belangrijk het is om goed te luisteren. En dat is na elkaar hier in de raad, maar dat is ook wat er buiten gebeurt en dat is ook wat collega's melden. We hebben gisteravond informatieavond gehad bij de politie en dan is het er altijd weer verrassend om dingen te horen waarvan ik denk van dit hadden we toch al eerder willen horen. Het luisteren is ook heel erg belangrijk in dit soort processen. Voorzitter, ik rond het af. Ik ben het met de voorgaande sprekers eens. Dit had in principe wat ons betreft ook een hamerstuk kunnen zijn. Maar het is een markering van een moment waar we niet zomaar aan voorbij willen gaan. Wij zijn akkoord met het voorstel. Wij zijn akkoord met het akkoord. En we zijn akkoord met de opdracht. U moet aan het werk. Hard aan het werk. Ik wens u heel veel sterkte mee. Maar we hopen ook heel sterk dat u ons in die stappen meeneemt. En dan liever een keer te veel dan te weinig. Want ook de brainstormkracht die wij met elkaar aan het ontwikkelen zijn. Je merkt dat er iets aan de gang is in de raad. Er ontstaat zo'n kracht. Laten we die ook inzetten en gaan gebruiken voor die periode. Voorzitter, ik wens namens de VVD-fractie u met elkaar heel veel succes. En ik hoop dat wij als raad dezelfde saamhorigheid betrachten die we bij al die bijeenkomsten tussen 5 december en nu met elkaar steeds hebben gehad. Dank u wel, mevrouw Lagans. Meneer Mors, mag ik u het woord geven? Meneer de voorzitter, in de eerste plaats complimenten. Heel voortvarend werk gegaan. Zelfs veel voortvarender dan onze collega's. Iets ten oosten hiervan. Complimenten. Maar ik wil toch nog even terugblikken op de start van de BOH. D66 en destijds bij monden van de toenmalige fractievoorzitter waren wij een voorstander van de professionalisering van de organisatie. Daarvoor is een primaire keuze gemaakt om samen te gaan met Hardenberg. Maar er is ook gekeken naar Dalfsen en eventueel ook verder. We hebben destijds ook geconstateerd dat er heel veel medewerkers, zowel van Omme als van Hardenberg, ons aanspraken met wanneer gaat het nou eigenlijk gebeuren. Dus we zijn toen ook heel voortvarend te werk gegaan. En daar waren we eerlijk gezegd wel trots op. Maar nu staan we voor een hele andere keuze, min of meer opgedrongen door een besluit van een ander. Ja, daar hebben we mee te dealen. Maar we zien met dit akkoord ook mogelijkheden. Bijna met de schone lei beginnen. Duidelijke SLA's komen er, hopen we, gaan we ook vanuit, over en weer. En mijn hobby is inkoop en het afsluiten van SLA's. Bij het afsluiten van overeenkomsten en SLA's zien we vaak dat we het heel snel met elkaar eens zijn. Bij de uitvoering blijkt later dat ieder voor zich toch wel een ander beeld had met wat we hebben afgesproken. Tikje erop. Mijn ervaring is dus dat je eigenlijk meer energie moet steken en gestoken moet worden in wanneer, onder welke condities en wanneer we vroegtijdig uit elkaar gaan. De 6 jaar is al eerder genoemd. Dat wordt vaak vergeten, het exitprogramma, ook als je een overeenkomst aangaat. Maar wij zien met belangstelling toe wat er de komende tijd uitgewerkt gaat worden. Dat zien we dus in september wel weer terug. En wij wensen de betrokkenen heel veel wijsheid toe. Let wel op de inwoners en onze ambtenaren, ook in de tussenliggende periode. Dank u. Dank u wel. Dan geef ik nu meneer Van den Boren het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Deze extra raadsvergadering vanavond die is belegd vooral omdat er een raadsvoorstel op tafel ligt waarin 2 punten van belang zijn. 1, zijn we het eens met het onderhandelaarsakkoord wat er bereikt is. En 2, willen wij het college opdracht geven om met dat onderhandelaarsakkoord aan de slag te gaan, zodat we in september de nodige besluiten kunnen nemen. En ja, hoeveel woorden kun je gebruiken om ja te zeggen?
Heel wat heb ik net begrepen. Maar we hebben in ieder geval onze bijdrage zo kort gehouden dat ik niet hoef te waaien tijdens mijn voordracht. We hebben ook in de commissie overigens al het nodige aangegeven over het karakter van het stuk. Ik heb dat net heel kort aangegeven. Hoe wij er tegenaan kijken. En het gaat natuurlijk dan om een onderhandelingsresultaat dat best de nodige inspanning van beide gemeenten heeft gevraagd. En we vroegen ons nu af, in voorbereiding op deze avond, wat zou er nu gebeuren als er wijzigingsvoorstellen zouden komen? Nou, dat antwoord dat kennen we natuurlijk allemaal. Die komen er niet. Hoe zinvol die wijzigingsvoorstellen misschien ook geweest zouden zijn. De behandeling in de commissie liet dan ook vooral vragen en suggesties zien voor het vervolg. En vandaar dat wij als fractie de ChristenUnie toen al hebben gezegd, we zijn terughoudend met onze opmerkingen. We zijn nieuwsgierig naar het vervolg. En we steunen het college wat het onderhandelingsresultaat betreft. En dat is niet veranderd. Het college gaf bovendien aan tevreden te zijn met het onderhandelingsresultaat. En wij waarderen het als fractie bijzonder dat we goed geïnformeerd zijn door het college over het onderhandelingsproces zelf en over dat resultaat. En voor ons is dat dan ook voldoende informatie om in te stemmen, met het bereikte akkoord en twee, we zeggen dat wat anders, het college groen licht te geven voor het vervolg. Genoemd op de punt 2 van het raadsvoorstel. Veel succes gewenst en een goede vakantie. Dank u wel, meneer Van der Mooren, maar aan vakantie zijn we voorlopig nog niet toe. Ja. Dank u wel. In het college hebben we afgesproken dat de wethouder Schelen vragen zal beantwoorden. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, allereerst is het college natuurlijk buitengemeen erkentelijk voor de brede raadsteun, voor de nieuwe raadsteun voor dit akkoord. En tegelijkertijd inderdaad terecht dat wordt gezegd van ja, dit is te makkelijk om eventjes zo te laten passeren. Het gaat ook wel over iets. Het gaat niet alleen over een nieuw begin, wat mevrouw Bakelaar terecht zegt. Een nieuw begin die we natuurlijk zeg maar ook zien. De houtskoolschets geeft al een opmaat voor een nieuwe ambtelijke organisatie. Het gaat natuurlijk ook over om op een goede wijze een ontvlechting te doen in het belang van alle medewerkers. Ook onze medewerkers. En daar moet nog flink veel aan gebeuren. Dus vakantie zit er voorlopig inderdaad niet in. Ik denk dat mevrouw Bakelaar heel goed heeft gemarkeerd welke uitgangspunten in dit proces voor ons bepalend waren. Natuurlijk willen wij, wat er ook gebeurt, toe naar die zelfstandige en toekomstgerichte gemeente. Wij willen die dienstverlening op orde houden en willen ook de risico's, ook anderen hebben daarover gesproken, zoveel als mogelijk beperken. En we denken dat we op dat punt een eerste stap gemaakt hebben, een belangrijke eerste stap gemaakt hebben. Maar als gezegd, we zijn er nog niet helemaal. Mevrouw Bakelaar zei ook van, goh, wees er nog eens op de provinciale ondersteuning. Ik heb in commissieverband al gezegd dat wij gesprekken met de provincie erover hebben. En dit najaar zullen we zeker kijken welke mogelijkheden daar kunnen zijn. Ik ben ook heel blij overigens met al die fracties die hebben gezegd via ontvlechtingsakkoord. POH wordt beëindigd. Dat is niet onze keuze, maar desalniettemin. Hardenberg is en blijft wel onze buur. We zullen dus ook op een zakelijke wijze moeten blijven samenwerken met Hardenberg. Dat is ook een keuze die wij ook wel bewust zouden willen neerleggen. Het is alleen niet alleen Hardenberg. Want we zien inderdaad ook wel andere mogelijkheden voor samenwerking. Maar een goede buur, u weet het, is beter dan een verre vriend. De aandacht die we de komende maanden zullen moeten hechten aan de uitwerking hangt inderdaad samen met het feit van dat we het uiterste zullen moeten doen om de losse eindjes die er ongetwijfeld zijn, om die tot het minimum te beperken. En in september hebben we in ieder geval een liquidatieplan voor liggen en dan gaan we kijken van of dat ons gelukt is. We zullen op alle onderdelen zo enigszins mogelijk inzicht verschaffen over eventuele risico's. Ik heb u in de commissieverband al gewezen op de onderscheiden onderdelen en welke risico's daar eventueel bij waren. En de conclusie van het college was, dit zijn behapbare risico's voor Ommen. De heer De Jonge, ja, ik denk dat iedereen het met u eens
is dat het als een overval is ervaren. Even los van hoe je kijkt naar de BOH in relatie tot Ommen. U heeft daar een iets andere notie bij gehad eertijds dan het college. Wij denken, maar het zijn ook anderen die het gezegd hebben, dat de BOH de afgelopen jaren ook bijzondere prestaties heeft geleverd. Er is echt ook heel veel goed werk geleverd. Dat moeten we ook niet vergeten. En het was ook niet onze keus om de BOH te beëindigen. Maar goed, een nieuw begin. Een regiegemeente. En ik ben ook zeer blij met al diegenen die dat hebben onderschreven. Want dat is inderdaad de weg die om me in wil gaan. Een regienetwerkgemeente, om het maar eens precies te zeggen. We denken dat dat een kans geeft. De dienstverleningsovereenkomst met de Jong moet inderdaad zeer goed worden uitgewerkt. Daar moet in feite de heldere positie komen van wat wij kunnen verwachten. En ik heb het in de commissie ook al benoemd. Inderdaad is het... is de afspraak dat het in beginsel 6 jaar is. Maar het is met name bedoeld om vooral voor Hardenberg comfort te bieden. Want zij nemen natuurlijk heel veel personeel over. En het idee van de dienstverleningsovereenkomst is om Hardenberg ook in de gelegenheid te geven om die taken uit te voeren met het vaste personeel. Maar gelijktijdig kun je dan zeggen van goh, als dan het verloop van het personeel zodanig is dat het onder de 75% grens komt, nou dan kun je dus ook eerder dan die 6 jaar met elkaar tot de conclusie komen van oké, wij stoppen hiermee. Dat kan. Het is natuurlijk ook afhankelijk van wat je vindt van de geleverde diensten. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om het onderscheid te maken tussen het jaar 2019 en 2020. En daar kom ik, als ik de heer Mors beantwoord, nog even wat preciezer over terug. Want het heeft te maken inderdaad met de inkoop en hoe we dat gaan bezien. De heer De Jong, u had ook nog zorgen over de reserves en activa. Reserves is denk ik het minst problematische, want die zijn duidelijk geduid en daar is een hele heldere afspraak over gemaakt. De activa is inderdaad een stuk ingewikkelder, dat ben ik met u eens. Het is ook niet voor niks dat we juist ook op dit liquidatieplan ook een accountant inschakelen om dat gewoon goed op te schrijven. En we hebben ook aangegeven van goh, activa worden ook verdeeld volgens de 75-25 sleutel. Dat moet dan verder blijken uiteraard uit de papieren. U sprak ook over de buitendienst. Kwetsbaar, maar daadkrachtig. Ik vind het een hele mooie duiding. Ik denk dat dat ook zo klopt. Juist die kwetsbaarheid is voor, denk ik, beide colleges aanleiding geweest om als eerste te zeggen wat er ook gebeurt. Die personeelsleden willen we als eerste een zekere zekerheid bieden. En dat was ook de reden om als eerste te zeggen als we een dienstverlening overeenkomst slaan, gaan we dat in ieder geval doen. Dat we in ieder geval openbare ruimte... en de mensen die daarin werken, zekere garantie kunnen geven. Wat niet wil zeggen dat we natuurlijk ook de komende jaren gaan kijken naar van hoe ontwikkelt zich dat en wat is de toekomst voor Ommen op dat punt. En uw wens is daarbij ook zeker genoteerd. U had nog de wens om actief mee te denken de komende tijd. Als gezegd in de commissie, de gemeenteraad gaat over het uiteindelijke opheffingsbesluit en ook het liquidatieplan. En dus in september dat aan u voorleggen. Wanneer er precies de bespreking is, dat is natuurlijk niet helemaal bepaald. U snapt dat dat nog wel wat voet in de aarde heeft. Maar goed, ik schat dat ook wel informatief. Nou, eens kijken. Hardenberg is koning, begrijp ik. Heb ik iets mee gezegd? Ik denk het niet. We gaan gewoon maar door. Ik denk dat het goed is om nog een informatiesessie tussendoor te hebben in september. Zodat die ook tijdig meegenomen wordt in de neerlijnen. Heer Moerman, ook dank voor uw steun. U vroeg ook met name helderheid voor de wat langere termijn. Daar heeft u natuurlijk een belangrijk punt. We zullen uiteraard in de opmaat van het liquidatieplan en wat iets meer zei, ook goed kijken wat de gevolgen zijn in onze begroting, in onze meerjarige begroting. En dus in uiterlijk bij de behandeling in oktober, november ziet u ook al de meerjarencijfers, de doorwerking van een en ander. De heer Remmers, uw betoog was denk ik het college uit het hart gegrepen. Regiegemeente met dwarsverbanden, zo is dat ook. Natuurlijk moet de praktijk blijken hoe het werkt.
En daar kom ik straks nog wat preciezer over te spreken. Ook dank voor zeg maar de zorgpersoneel. Het is heel breed uitgesproken, maar ik denk dat dat niet genoeg benaderd kan worden. Want nou, ik zei het ook al in commissieverband, het personeel maakt natuurlijk een bijzonder rare tijd door. En ja, laten we ook de komende maanden voorzichtig zijn met ons personeel, wetende dat die in een hele rare situatie zijn. Natuurlijk mag je een stukje professionaliteit verwachten. Natuurlijk mag je een stukje dienstverlening verwachten. Maar ik ken het personeel als buitengemeen loyaal. En ik hoop dat u ook, en dat geldt natuurlijk ook voor het college, enige terughoudendheid betracht als het gaat om de vragen die gesteld worden. Ook de heer Remmers had het over de risicoafdekking en de open eindjes. Dan mevrouw Lagas. Ja, u was erbij hè, op 5 december. Ja, was dat nou Sinterklaas of Zwarte Pieten? Ingewikkeld. Ik denk dat we dat maar gewoon moeten vaststellen dat het gebeurd is. We moeten verder, dat zegt u ook. Het is niet onze keuze, maar laten we maar eens kijken naar de toekomst. En werken aan het verhaal. En u heeft volkomen gelijk, er moet de komende maanden keihard worden gewerkt. Het verhaal moet juridisch goed gemaakt worden en er zitten best wel heel veel haken en ogen aan. En het is niet alleen de juridische zeg maar, vormgeving, het heeft ook te maken met fiscale aspecten, om maar eens een voorbeeld te noemen. Juridisch moet het, financieel moet het natuurlijk ook goed worden staan. Dus met andere woorden, er is inderdaad veel te doen. Ja, u suggereerde ook nog van, goh, de bevolking moet iets van een meldpunt introduceren. Het college vindt dat een heel interessant idee. En ik zeg u graag toe dat we dat eens even heel nauwlettend zullen bekijken. Met een positieve insteek. We moeten even kijken van hoe dat dan op een verstandige manier vorm kan gegoten worden. Maar we vinden het idee een belangrijk iets. Om de simpele reden dat, ja, tot nu toe is het een proces geweest van besturen. Ja, en het raakt de bevolking. Ja, en waar is nou een bestuur voor? Een bestuur is er voor de burger en niet andersom. Dus in dat licht kijken we daar positief naar. Ja, en terecht dat u ook nog even melding maakte van je moet ook breder kijken. Het is inderdaad waar dat ik in de landelijke groep acteer over de democratievernieuwing. Toevallig morgen in Zeebolde is er weer een landelijke bijeenkomst die ik mag voorzitten. Natuurlijk gaan we kijken naar dat type ontwikkeling en ook kijken in hoeverre wij kunnen meeliften met een aantal nieuwe ontwikkelingen. Eén is al genoemd door de burgemeester in het begin. We hebben dus contacten met BZK, nou, digitale gemeente, misschien is dat wat. Zo zijn er ook een aantal andere mogelijke ontwikkelingen en daar willen we natuurlijk als OM graag in meeliften. Dan de heer Mors, met dank voor de voortvarende aanpak. Ja, u had volkomen gelijk, eertijds waren we ook heel snel. Soms denk ik wel eens, misschien waren we toen te snel. Maar goed, we proberen het nu ook voortvarend, maar wel zorgvuldig aan te pakken. En u had een erg terecht punt als het ging om de SLA's. Namelijk, je denkt, als je iets afspreekt, dit is het. En dan wordt het uitgevoerd. En ja, oei, hadden we wel dezelfde interpretaties. En dat is exact de reden om het te regelen zoals we het hebben geregeld. Wij gaan in de eerste instantie, dus in 2019, het begin, gaan wij gewoon door met die dienstverlening. Hè, in de dienstverleningsovereenkomsten, met de dienstverlening zoals die nu is. Dat heet dan inderdaad in het jargon as is, as it is. Dus de dienstverlening zoals die nu is, die gaat gewoon in 2019 door. Maar gelijktijdig gaan we in 2019 ook heel goed opletten. Kijken van, goh, wat zijn nou de zaken die echt spelen? Wat zijn nou specifieke wensen van OMME? Hoe zien wij benchmarkmatig de verschillen tussen deze dienstverlening en eventueel elders dienstverlening? Welke zeg maar punten vanuit de bevolking zijn aangedragen? En daar zou het meldpunt van mevrouw Lagas uiteraard ook een rol in kunnen spelen. Dat zijn zaken die dus dan in 2019 al worden meegenomen om in 2020 het eerste echte jaar te laten zijn van de dienstverlening zoals die moet. Met andere woorden, we hebben een jaar om dat heel scherp te krijgen. We hopen dat dat voldoende is, maar ja, uw waarschuwing is meer dan terecht en dat is zeker een punt van aandacht. Ten slotte, de heer Van der Mooren, met veel dank voor uw steun. Ja, u was daar kort en krachtig in. Heel veel dank voor uw steun. Wij hopen inderdaad blijvend de raad goed in positie te houden en goed te informeren. Dank voor uw groen licht en de vakantie moet dus helaas worden uitgesteld. Tot zover. Dank u wel, wethouder Schelen. Wie wenst het woord in tweede termijn? Even zeggen, Bakelaar. Mevrouw Bakelaar? Ja. En? Vraagteken. Ik kijk nog een keer rond.
Mevrouw Bakelaar heeft het woord. Ja, ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik weet dat we maar één agendapunt hebben, maar ik denk dan kunnen we er nog wat langer over doorpraten. Nee, alle gekheid op een stokje. Ik heb expres geen terugblik gedaan, maar daar komt wel de opmerking vandaan die ik alsnog wel heb. Ik was er ook bij en een aantal collega's ook op het moment dat wij het besluit genomen hebben om samen te werken met Hardenberg. We hebben enorm veel pakken papier gehad rondom juridische rapporten, fiscale rapporten enzovoort. En één zaak die we misten was risicomanagement. En ik wil toch met echt heel veel nadruk nog een keer benadrukken dat ik echt verwacht, dat de CDA-fractie echt verwacht dat we hier professioneel risicomanagement op loslaten. Want er zitten gewoon losse eindjes. En ik weet dat de intentie goed is, meer dan goed. Dus het vertrouwen heeft u zeker van ons. Maar het verzoek is wel om behapbare risico's, dat vind ik altijd heel spannend. Of wat heeft u nog meer genoemd? Nou, nog een aantal van dat soort zaken. Losse eindjes tot het minimum beperken. Als we goed willen kunnen sturen als raad, ook juist, want het is een en-en verhaal, wat mevrouw Lagas ook terecht zei, van die lokale vernieuwing en de nieuwe vormen, die moeten we ook omarmen. Maar dat vraagt dus ook dat we moeten kunnen blijven monitoren op welke momenten kunnen we die omarmen en op welke momenten niet. En dat zicht zou ik graag aan de voorkant willen hebben in september. Dus ik heb de wethouder nog niet horen zeggen of er een raadsbrief of op welke manier wij daarover geïnformeerd worden. En dan heb ik het inderdaad over die 6 jaar, klopt. Maar het is wel relevant om juist ook die vernieuwing en samen echt goed vorm aan te kunnen geven. Dus dat vind ik een hele belangrijke opmerking. En een andere is ook, we horen ook heel graag na de vakantie, want er komen spannende tijden aan. Collega's zeiden het al. Van hoe gaat het nu ook met het personeel en onze medewerkers? En daar zijn we ook heel erg benieuwd naar. Hoe gaat het ook na de zomer met ze? He, met nadruk ook in het kader ook van de sollicitatieprocedures die nu gaan lopen. Dus het is mooi dat we van de technische informatie op de hoogte gehouden gaan worden. Hartstikke goed, maar ik zou ook de emotionele informatie toch ook graag in welk gremium dan ook terug willen horen en zien. Nou, en dan zal ik stoppen met misschien in... aantal ogen zeuren, maar ik denk wel dat het heel cruciaal is dat we dat echt aan de voorkant nu goed dicht timmeren. Dank u wel. Mevrouw Bakelaar, dank u wel. Ik geef graag het woord aan wethouder Schelen. Dank u wel, voorzitter. Ja, het punt van risicomanagement onderschrijft het college volledig. Ik ken een wethouder van Financiën die daar bovenop zit. En dan mag u hem ook aan houden. Ik denk dat het liquidatieplan natuurlijk daar een hele belangrijke factor in gaat worden. Maar ook daarnaast zullen we kijken welke elementen we er kunnen pakken. U had ook de vraag om tussentijds informatie. Ik stel me zo voor dat in september een aparte informatiebijeenkomst kan worden belegd. En ik denk dat het dan ook heel goed is om even voeling van het personeel daarin mee te nemen. Ik kan u nog mededelen trouwens dat de bijzondere ondernemingsraad positief staat ten opzichte van de vacaturebenadering zoals Ommen die heeft voorgesteld en het functieboek. Dat betekent dat komende dinsdag het college al dat kan vaststellen en dus de procedure zo spoedig als mogelijk kan starten. Lastige daarbij is natuurlijk dat we even met vakantie zitten, dus we moeten even kijken wat daarin die beste timing is. Maar 1 oktober gaan we zeker halen. Tot zover. Dank u wel. Wethouder, dan kom ik bij de afronding van dit agendapunt. Ik kom bij de stemming. Wenst iemand een stemverklaring af te leggen, meneer De Ruiter? Anderen? Begin ik met de stemverklaring, meneer De Ruiter. Dank u wel, voorzitter. Ik heb er voor mij persoonlijk behoefte aan om een stemverklaring te geven. Ik stem voor het voorstel met de volgende kanttekening. Het spijt mij zeer dat de samenwerking zich zo heeft ontwikkeld. Wat mij betreft had de BOH een start moeten zijn voor juist een nog steviger samenwerking en dan ook in het hele Vechtdal. Ik hoop dan ook dat de focus bij de DVO's gericht zal zijn op het voortzetten ervan in plaats van stoppen als de geleverde kwaliteit en dienstverlening goed zijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Ruiter. Wenst iemand stemming over dit voorstel? Dat is. De stemverklaring is afgezet. Nee.
dan is het voorstel daarmee unaniem aangenomen. Ik denk dat, dat het belangrijk is dat u vandaag uw steun heeft uitgesproken aan het onderhandelaarsakkoord. De wethouder ging er al op in. Ik denk dat u op een hele positieve, positief-kritische, maar ook zakelijke manier terug heeft gekeken op het afgelopen jaar. En daarmee ook een basis hebt gelegd voor het werk voor het college, zal ik maar zeggen. Want dat is natuurlijk een hele bult werk. Maar wel een basis hebt gelegd voor de nieuwe richting van onze gemeente. En ik heb er heel veel waardering voor dat u zich ook zo betrokken voelt bij onze medewerkers. En daar zullen we u ook verder over informeren. Daarmee dit agendapunt afgesloten zijnde kom ik bij de sluiting. En de sluiting vind ik eigenlijk een goed moment om u te melden dat vanavond niet aanwezig waren de heer Marsman, de heer Leuwik en wethouder Bongers. Die heb ik genoemd. Ja? Niets meer aan de orde zijnde, sluit ik de vergadering en dank ik u voor de komst.